Dit filmpje gaat over de transponerende instrumenten. Eerst en vooral moet je weten wat transponeren betekent. Transponeren wil zeggen een klank of een melodie die gegeven is op een andere toonhoogte schrijven of uitvoeren, een bepaald interval hoger of lager dan waarop de klank normaal klinkt of waarop de melodie geschreven is. Kijk bijvoorbeeld naar deze melodie. Die begint als volgt. Als we die melodie nu een kwint lager gaan schrijven, dan voeren we die als volgt uit. Het blijft exact dezelfde melodie, maar nu klinkt ze een kwint lager. We zeggen dat ze een kwint lager is getransponeerd. Als we dat weten, dan kunnen we gaan definiëren wat een transponerend instrument is. Een transponerend instrument is een instrument waarvan de klank op een andere toonhoogte is genoteerd dan ze klinkt. De hoorn is een voorbeeld van een transponerend instrument. Wanneer in een hoornpartituur een do genoteerd staat en de hoornist of de hoorniste die do speelt, dan klinkt die als een Fa, een kwint lager. De hoorn transponeert een partituur dus een kwint lager. Bij de naam van transponerende instrumenten wordt meestal een muzieknoot vermeld als achtervoegsel. Men spreekt over een instrument in si of een instrument in la of een instrument in fa. Waar komt die notenaam vandaan? Wel, die wordt bepaald. Door de klank die de geschreven do op dat instrument heeft. Keren we even terug naar die hoorn. We zagen daarnet dat een genoteerde do op de hoorn klinkt als een fa. We zeggen dan ook dat de hoorn een instrument in fa is. We spreken van de hoorn in fa. Laten we even kijken naar een aantal van de meest voorkomende transponerende instrumenten. Je vindt ze vooral bij de blazers. Bij de houtblazers vind je de altfluit, die in Sol staat of in G, de Engelse horen in Fa. Klarinetten komen in heel wat toonaarden voor, maar de meest gebruikte zijn de klarinet in Si, mol of bes, in La of A en in Mi, mol of S. De basklarinet staat ook in C-mol. Alle saxofoons zijn transponerende instrumenten. De sopraan- en tenorsaxofoon staan in C-mol. De alt- en baritonsaxofoon in mi-mol. Bij de koperblazers zagen we reeds de horen, die een transponerend instrument in fa is. Ook de trompetten transponeren heel vaak. Vroeger en nu nog steeds in harmonieorkesten wordt de trompet in mol heel vaak gebruikt. Maar in de klassieke orkesten wordt meer en meer de trompet in do of de trompet in c of in ut gebruikt. Dat is eigenlijk geen transponerend instrument. Maar aangezien trompetten meestal transponerende instrumenten zijn, wordt specifiek bijgevoegd trompet in do bij de niet transponerende trompet. Vroeger werden trompetten ook gebruikt in re, in mi mol, in mi, in fa of in la. Bijzondere gevallen van de transponerende instrumenten zijn de zogenaamde octaverende instrumenten. Wanneer in een partituur van een octaverend instrument een do staat, zal die ook do klinken op het instrument, alleen een aantal octaven hoger of lager. Octaverende instrumenten zijn dus instrumenten die één of meer octaven hoger of lager klinken dan genoteerd. De meest voorkomende zijn onder andere de piccolo, die een octaaf hoger klinkt dan genoteerd, de basfluit, een octaaf lager, de basklarinet, die klinkt ook een octaaf lager dan genoteerd, plus nog eens een grote seconde lager. De basklarinet is dus zowel een transponerend als een octaverend instrument. De contrafagot, de diepste van de fagotten, klinkt een octaaf lager dan genoteerd. Andere octaverende instrumenten zijn de contrabas bij de strijkers, die ook een octaaf lager klinkt dan genoteerd. De gitaar, ook een octaaf lager. De celesta, die een octaaf hoger klinkt dan genoteerd. En het glockenspiel of het klokkenspel dat zelfs twee octaven hoger klinkt dan genoteerd.